is alweer, wat is de dag even vandaag? Woensdag 21 augustus. Ja, de 21ste alweer. Het gaat hard, hè? Ja. We leven om 11:05. Het is een prachtig mooi weer, want ik heb de deur weer open. Ja, het is zonneschijn en ja, wel ook wat bewolking, maar het is ook warm, want dit was bij de poort 41 graden. Ja, in mijn huisje weet ik het niet. Ga even kijken. 23 graden, dat valt dus nog mee. Maar ja, het is lekker en ik zit te wachten totdat ze komen voor mijn booster. Dat is de andere acculader mee hebben. Want deze acculader is wat gevaarlijk. Ja, de ene keer is die plug die je eruit trekt om erin moet doen in die scootmobiel om hem op te laden. De ene keer is die kokend heet, verbrandt je handen en de andere keer is er niks. Dan is die koud. Dus het zit me toch niet lekker. Ik vind het niet veilig. Nee. Ik ben blij als ze komen. Dat kan ik toch ook weer weg. En dan hoop ik dat ik eraan toe kan komen om naar de kapper te gaan. Ja, want dat is mama weer veel te lang bovenop mijn hoofd. Doe normaal, gekkie. Onder een stoel door. Maf klappen. Maar oké, lieve vrienden, ik wou zeggen, weer welkom bij een nieuwe vlog ook van Corinna en de Beestenboel. En ik hoop dat jullie ook net zo'n fijne dag tegemoet kunnen gaan als ik. Ja, ik moet het wachten, dat vind ik altijd vervelend. Want dat is, ik meende dat ze zei, ik weet het niet. In ieder geval tussen 11 ja, en er nog wat. Ik weet het niet meer. Ze belde me gisterochtend vroeg wakker. En het is in ieder geval na 11, maar ja, het is zo'n breed begrip bij hun, bij die mensen. We hebben wel eens gehad tussen 11 en 5. Oh. Kan ik de hele dag niks doen verder? Kunnen we niet weg? Oh. Komen ze 5 minuten voor 5 nog eens een keer aanpoepen, hè? Ja? Oh, jeetje, Mina. Dan denk je ook, hallo. Wij hebben dan wel geen werk, maar we hebben wel andere dingen te doen. Daar is geen begrip voor. En dat vind ik eigenlijk jammer. Dat men niet begrip heeft voor mensen, zoals wij, die niet meer kunnen werken, niet meer mogen werken, of wat dan ook. En dat ze dan toch geen begrip hebben dat die mensen toch ook wel andere dingen te doen hebben dan enkel op een luie kont te zitten. Maar ja, het maakt allemaal niet uit. Daarom kijk ik iedere keer. Ik hoor iedere keer auto's, dus dan let je wel even nog van, hé, is dat hem? Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik weet niet hoe het met jullie zit. Hebben jullie daar ook last van? Wil ik wat van jullie weten? Laat even hieronder wat horen. Ja, zit dus een leuke reactie neer of wat dan ook. Zou ik op prijs stellen. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. En tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, het is alweer 13:42, dus ik heb me al klaargemaakt. Ik moet even mijn zonnebril nog op en mijn pet nog op. En dan zal ik eens even een bezoekje brengen bij de kapper. Ja, ik neem mijn camera wel mee, maar of ik vloggen mag. De ene keer mag het wel, de andere keer mag het niet. Leg het me net aan wie de dienst heeft. Ja, en niet iedereen wil natuurlijk op de camera. Nee, waarom niet? Weet ik niet. Maar ja, hè, want het is wel zo, als de televisie, de lokale televisie van de omroep of zo, door de stad heen zwalken, dan willen ze er maar al te graag op, want dan is televisie. Maar dat is ook toch groots, hè, dat je dan op televisie komt. Maar YouTube is weer niks voor ze. Nee, dat hoeft dan weer niet voor ze. Maar oké, doet er niet toe, ik heb mijn kaartjes nog altijd bij me. Mijn visitekaartjes. Die heb ik altijd bij me, dus ja. Komt allemaal goed. Ik zal ze even omdraaien. Ik ze beter pakken, zo. En
ik ga gewoon naar de kapper toe en dat is hier vlakbij. Ik hoef er niet ver voor weg. En dan zullen we het beleven. Ja. Dus kijk goed hoe ik eruit zie. Ja. Ik heb wel mijn tube mee. Dus ik hoop dat ze dat voor me kunnen doen even. En ik zou zeggen tot straks als ik weer terugkom. En ik hoop dat ik mag vloggen. Dus dan kunnen jullie het daar ook nog zien. Zo niet hebben we pech. Maar oké, ik ga nu lekker weg. Ik zou zeggen doei doei. Ja, lieve vrienden, zoals jullie zien, ik zit al lang al bij de kapper hoor. Ja, al lang al. Dat is gewoon een foto en dan draai ik hem zo om. En dan moeten jullie, als het goed is, mij zien. Ja, nou, mijn haar is geknipt, mijn haar is gewassen. Mijn masker zit erin. Ja, ik zie mezelf alleen nog niet. En dat komt, ik heb mijn oude camera bij me. Maar ja, maakt niet uit. Nee hoor, komt allemaal goed. Ik vind het gewoon heerlijk. Ja, er zit nog eentje bij de waterbak, maar die mag er niet op. Die wil er niet op, weet ik voor wat. Maakt niet uit, de kapster wil er ook niet op. Misschien de stem wel, dat weet ik niet. Oh, de stem vindt ze niet zo erg. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Jullie zullen het resultaat straks wel zien. Doei, doei. Ja, ja, lieve vrienden, en daar zit ik dan. Het moet nou nog in model gebracht worden en gefeund worden, etc. Dus ja, het komt allemaal goed. Ja, toch? Ja. En wat ik zo meteen ga vragen aan de kapster, die nou links van me staat, weet ik voor dit, ja, zo. Ga ik vragen, hou de camera vast en praat, want je stem vind je niet erg. En vlog mij. Simpel. Ik heb twee handen. Ja, maar straks, als je klaar bent. Ja, tuurlijk. Dus dat komt goed. We zeggen tot straks. Kijk, daar hebben we Corrie weer. Ik ben helemaal knap. Draai ze even een rondje voor de mensen. Achterkant. Helemaal netjes weer. Ik zit te vechten met een voetensteun. Hoort er ook bij. Duimpje omhoog als jullie het leuk vinden. Yeah! Ik ben er blij mee. Dankjewel. Ja. Graag gedaan. Ja! Ja, oh. Dan moet ik daar weer. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis en ik ben helemaal weer in mijn nopjes en blij. Ja, maar is weer lekker gekortwiekt en gedaan, dus ja, heerlijk. Ik zie er weer netjes en fraai eruit. Ik kreeg nog een compliment van een andere lieve mevrouw met een buitenland accent. Ja, dat ik een mooie vrouw was. Ja, 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 nou, daar ben ik blij mee. Ja. Frodo is ook blij. Ja, Frodo is zeker blij. Ga jij ook eens even naar de kant? Hé, Jodokus. Jeetje mina. Helemaal met mijn voet aan de kant schuiven. Ja, dat Frodo'tje is ook reuze blij met de monk. Ja hé, is dat van Frodo? Ja hé, boys, dikkie man. Oh, wat is dat lekker, hè? En als je die gehad hebt, dan moet het laken ook in de was, hè? Dat was van Lucy. Oei, oei, ja, je had je melkkorrel om en je masker op. Nee, we gaan niet pootje bijten. Ga pakken. Hé, hey. Kwiebus. Ga pakken dan. Pakken dan. Pakken. Ah, lekker. Lekker, oei, zo lekker, oei, 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 pakken, 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 goed zo. Ja, hij is zo geweldig lief. Ik wou dat hij enkel maar zijn eigen niet zo kapot beet, ja. En dan kan je wel zeggen, dan ga je naar dierenarts, ja, maar als je iedere keer in het kringetje rond blijft gaan, wat denk je wat dat kost? Mijn hemel, ik heb alles van mijn dieren over. Maar we moeten ook kunnen blijven eten, hè? En ik moet ook eens een keer naar de kapper kunnen zoals nu. Anders kan het allemaal niet. Maar ook ik moet. Want ook eens kan je aan mezelf denken. En ik probeer mezelf te behandelen. Moet zijn oortjes ook weer doen. Maar ja, komt allemaal goed. Ik heb ook boodschappen weer gedaan. Ook voor hem. Natvoer. Dus ja, komt allemaal goed. Ja, komt allemaal goed. Dus ja, lieve vrienden, ik hoop dat jullie een hele fijne middag verder mag beleven. Eindmiddag, namiddag,
Ja, zo noem je dat, namiddag. En geniet ervan. Ja, en ja, jullie hebben het wel vernomen dat de kapster achter de camera stond. Ja, die filmde even. Dus ja, helemaal geweldig. Leuk gedaan. Daar ben ik helemaal blij mee. Maar oké, ik spreek jullie later. Ja, lieve vrienden, het is alweer reeds avond. Het is 18 minuten over 8. GTST is bezig. Ik momenteel reclame. Dus ja, straks hervat het zich weer. Ik wens jullie in ieder geval allemaal een hele fijne avond toe. Met veel liefde voor elkaar. Is het niet van je man of partner, laat ik het zo maar benoemen. Of van je diertjes of vrienden of wie dan ook. Geniet in ieder geval wel lekker van je avond. Want het is nog steeds prachtig mooi weer. Ja. Ik heb de deur weliswaar even dicht vanwege het geluidsoverlast van de televisie naar buiten toe. Die staat nou een beetje wat harder. En ja, je wilt je buren niet tot last zijn. En Eunie loopt met het mekkeren en te doen, terwijl ze wel eten heeft gehad, maar ze heeft laten staan. Dus ze krijgt straks de rest weer. Ik wens jullie in ieder geval nogmaals een hele fijne, liefdevolle avond. Voor straks wel rusten, slaap lekker met mooie dromen, gezond weer op. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!